Goh, almachtig. Waar kom je opeens vandaan? Wie ben je hier? Oh, bij mij in de tuin. Maar waar komen wij dan kreeg wij? Nou, ik denk uit de tunnel, het Geuzengat. Ja, dit is een oude vluchtweg, vermoedelijk. En die zit bij jou in de tuin? Ja. Nou, vroeger, toen vraag ik eerst zeg maar in de middeleeuwen, dan gingen om 10 uur de bruggen open en er kon er niemand meer in en uit. Maar de adel die wou bij calamiteiten wel die dan toch wel weg kunnen komen. En dan was dit vermoedelijk dus een vluchtweg, want dat was dan open naar buiten. En dan konden ze zo de weiland in komen, dus wegwezen in oorlogssituaties of zo. Wat is hierboven, Huus? Hierboven zit het bolwerk. Dus dan zeg maar 2-3 meter aarde zit hierboven. Dus ja, hier onder het bolwerk, daar zitten de tunnels? Ja, dat klopt, ja. Dat is ook de vluchttunnel en de zijtunnels. Nou, oorspronkelijk liep hij onder het hele bolwerk onderdoor. U heeft een gat in de tuin? Ja, inderdaad. Niemand weet eigenlijk wat het is. Het is een iets wat mysterieus. Dit is een van vele gaten, onderaardse gangen. Waarschijnlijk misschien een systematisch stelsel wat hier onder Vraneker loopt. Maar niemand weet eigenlijk echt waarvoor het was. En of dit een systeem is wat in verband stond met elkaar, of dat het verschillende functies heeft. En nou heen je hier een tunnel rugt uit en je heen hier een zietunnel. Ja, waar gaat die heen? Nou, die zietunnel, die vermoedelijk liep die al om heel Vraneker heen. Dus onder het bolwerk door. En dan konden de soldaten, die konden de ondergronds alles bevoorraden, ongezien zeg maar. Wat heeft u hier? Nou, dit heeft mijn zoon ontdekt. Dit is een put, een oude put. U ziet dat die rond is. Hij is half gevuld. Ik schuil hem zo 4 meter diep. Maar hij is natuurlijk ook vol met loof. En was deze in verbinding met het andere gangenstelsel? Dat is zeer, zeer... Dat weet ik niet. Er ben ook een platte grond van bij de gemeente of wat. Het is zakkenheim, er binnen het hier is platte grond van. Nee. Nou ja, ik denk dat het vroeger wel belangrijk was natuurlijk, dat alleen een bepaald aantal mensen daar weet van hadden. Dus ooit komen alle tunnels van Vraneker aan het licht? Ja, laten we dat hopen. Hè. Dat zou leuk zijn. Hè. Absoluut. En misschien dan nog onderaardse tochten ooit. Hè. Who knows? Ik heb dus houten, ik heb blikjes en ik heb porselein. Dat vond ik mooi en ik heb nooit weten dat er zoveel modeltjes waren. Enkele keer zijn je mooi niet. En ja, het is gegroeid, denk ik. Ja, ik hier zelf een peer en toen kwam mijn vriendin een keer en die zei, nou, was ik sparpadden sparren. Nou, dan had hij iedere keer sparpadden voor mijn kracht en die heb ik van haar ook gehad. En ze heb ik nou ze volgen. Ja, want hoe vallen binnen te? Ik denk ongeveer 3000. Nee, dat is net alles. En nog meer. Ja, dat ben al in de bank. Sommige mensen zetten geld op een bank, maar jou had ik nou spaarpotten.
Ja, hier ze maar vol in. Dan hier heel wat aan. Toen zijn ze al heel leeg. Ik heb een paar van de babysitters daar ik wat in. En die krijgen dan letten. Maar als er dan een peer zitten waar wel je in zit, weet je dan nog wel in welke? Want of moet je ze in voor bedellen? Nee, ik heb wel 14 niet in, bij wie ik wel. Ik was wel in de bijna spaarpadden. En dus die weet ik nog wat te zien. Nee, nog net alles, nee. Johan, nog meer? Ja, nog meer, ja. Ach, ja. Je wil een bordenswoordwinkel, zo. Ja, mijn man zei dat, maar net een winkel worden, maar staan we het haast aan. Nou, mijn man vindt het ook wel mooi. Ja. Die helpt jou wel wat mee? Ja, die is ook wel mooi. Die vindt het ook mooi. En die hier ik altijd in de winkel staan en komt er allemaal mijn spaarpen tussen. En we zijn begonnen eerst met 10 en 20 nog, dat is een hele soort. Maar ja, om staren komen er meer. En dan geef ik mijn woorden kennis. En hier is bij ons en daar is bij ons. En dan neem ik gewoon mij. En zo heb ik hem. En dat is voor de hobby. Ja, maar die niet een beetje. Kun je je nou oer naar staren? Ja, maar. Ja, je hebt het eerst aan zitten. Ja. Met de zaffel op de chenis. Ja. Het is elke keer wat nice, hè? En zo zitten jullie ook wel regelmatig? Ja, wel. Ik heb je trots dat je hele huis helemaal vol staat? Nee, er komt nog geen plank meer bij. Als dit al goed vol is, dan komt er net meer bij. Dan moeten we plank en we hangen meer om te...